Goedemorgen, welkom allemaal. Allereerst wil ik de verenigingszuster Bertke van harte feliciteren met het jubileum, het 20-jarig bestaan. Gefeliciteerd en op naar de volgende 20, laat ik maar zeggen. En ik wil het bestuur graag bedanken dat jullie mij hebben gevraagd om deze lezing te verzorgen. Even kijken. Ja, de stijl in Utrecht is de paraplu, hè, waar het vandaag over gaat. Een bron van nieuwe kunst in de 20e eeuw. En de subtitel is Van der Lek tot Bruna. En we zagen net een stukje van Dick Bruna omhoog komen. Met een figuurtje dat een kroontje, dat een beetje ook lijkt op de domtoren, op zijn hoofdje heeft staan. Ja, mijn lezing gaat specifiek over Utrechtse leden van de stijl. Met name de bijdrage in de schilderkunst, dat was ook een beetje het verzoek. En dan moet u denken aan Bart van der Lek of Theo van Doesburg. Maar zelfs Gerrit Rietveld heeft nog wel wat geschilderd. Terwijl zijn belangrijkste bijdrage aan de stijl natuurlijk op architectonisch gebied ligt en op het gebied van design. En ja, de invloed van dit soort kunstenaars op de moderne kunst en vormgeving, die duurt tot op de dag van vandaag voort. Zelfs tot aan Dick Bruna aan toe. En daar hoop ik dan uiteindelijk bij uit te komen. Betekent wel, als je beperkt tot de Utrechtse kunstenaars, dat iemand als Mondriaan buiten de boot valt. Want die hoort bij Amersfoort thuis. Dus degene die dacht zich hebben verheugd op een lezing over Mondriaan, die moet ik in dat geval teleurstellen. Maar er is nog genoeg wat overblijft. Dus ik wil gauw van wal steken. Oké, daar gaat iets mis. Ja, een eeuwfeest voor de stijl. Ze bestaan 5 keer zo lang als de verenigingszuster Bertke. Er is altijd baas boven baas. Maar goed, een eeuwfeest voor de stijl in Utrecht. En Utrecht is er maar wat trots op. Ik denk dat een aantal van u wel vanuit het Centraal Station hier naartoe zijn gekomen. En dan loopt u een stukje door Hoogkaterijnen. En misschien dat sommige van u dit informatiekraampje zijn gepasseerd van de VVV. Het is zomaar in Hoogkaterijnen en het staat daar dan. En daar kunnen ze allemaal informatie vragen. Maar het is in de stijl van de stijl. We zien de primaire kleuren en abstracte vormgeving. Zelfs het Rietveldhuis, de trots van de stad, is ook nog te herkennen op dit kraampje. En nou ja, dat is een van de voorbeelden dat Utrecht laat zien van nou, wij zijn een stad van de stijl. Maar er zijn meer voorbeelden. Iets verderop het station, richting stadskantoor, aan de jaarbeurszijde, heb je het stadsplateau. En daar staat een reuze grote Rietveldstoel. Echt Rietveldstoel maat XL, zou je kunnen zeggen. En zo heeft de gemeente Utrecht door de stad verspreid 6 van die reuze stoelen geplaatst. Bij het Maxima Park, Adriaan van Oostadelaan, Gooilaan, de binnenstad. Je kan het overal tegenkomen. 6 van die stoelen, gemaakt door leerlingen van de mbo-vakschool Nimeto. En 11 studenten hebben daar 4 maanden lang aan gewerkt. En het zijn echt exact dezelfde kleuren als de originele Rietveldstoel. En elke stoel weegt zo'n 150 kilo zonder het stalen plateau daaronder. Dus dat neem je ook niet zomaar onder je arm mee. Ander voorbeeld, het provinciehuis in Utrecht, de Ring Utrecht, de Archimedeslaan, dus vanaf de A27 ook goed te zien. Zelfs ja, het provinciehuis Utrecht heeft een jasje in de stijl gekregen, zou je kunnen zeggen. Ook daar zijn ze trots op. Misschien heeft u dat gezien als u met de auto bent gekomen en via de A27 Utrecht binnen reed. En de horeca, die profiteert natuurlijk ook mee, die pikt een graantje mee. Een voorbeeld. Etiket brouwerij De Lekkere, van oorsprong een Utrechtse brouwerij, is opgericht in 1997, bestaat net zo lang als zuster Bertke. En zij hebben voor de gelegenheid een etiket ontworpen in de stijl van de stijl. En dan vind ik het grappige, ze heten al 20 jaar De Lekkere met CK. En dat doet mij dan een beetje denken aan een van de stijlschilders, Bart van der Lek. Dus ja, feest alom in de stad. Utrecht wil het laten weten. Het is 2017, 100 jaar de stijl en de stad is er trots op. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zo'n 100 jaar geleden de kaarten heel anders lagen geschud. Begin 20e eeuw was Utrecht helemaal niet ontvankelijk voor avant-garde kunst of voor moderne kunst, absoluut niet. Het was een beetje een brave, op het culturele vlak nogal een ingedutte stad, Utrecht. En ze maken er nu wel goede sier mee. Maar dat heeft wel een incubatietijd nodig gehad.
Ik zal een greep doen uit wat omschrijvingen van kunstenaars en dichters uit het verleden. Hoe zij de stad Utrecht hebben omschreven, de sfeer die daar heerste. Een aantal drukkende deftigheid. Een stad van verborgen bederf. Beschermde innigheid. Eendergrijze droevenis. Nou, dat klinkt niet echt heel opwekkend en feestelijk. Hè? Het omschrijft nou niet bepaald een klimaat waarin de vooruitstrevende avant-garde kunst een goede voedingsbodem zou hebben. En de volgende van Marsman, u waarschijnlijk ook niet onbekend, dat vind ik ook een behoorlijk rake typering. Geen stijl, maar des te meer karakter heeft de stad. Nou, dat vind ik ook wel kloppen, want Utrecht heeft niet één specifieke stijl. Als je gaat lopen door de stad, het is een allegaartje aan architectonische stijlen. Bij elkaar is het niet één stijl, het is echt een allegaartje. Maar het heeft wel karakter, deze stad. Ik ben hier kunstgeschiedenis gaan studeren en altijd blijven hangen. Al meer dan 30 jaar, ja, ik vind dat de stad karakter heeft. Een voorbeeld uit de tijd dat Marsman nog maar net geboren was. Maar dat is dan het karakter van de stad. Een oud plaatje van Domplein, vlakbij. Zelfs het gebouw waar we nu in zitten, het UCK, staat er nog op. Het heeft wel wat moderniseringen, verbouwingen ondergaan, maar toch. En dat is de sfeer van Utrecht aan het begin van de 20e eeuw. Als de avant-garde nog in de startblokken staat, zeg maar. En als je naar zo'n plaatje kijkt, dan is het toch wel dat Utrecht nog een beetje een dorpskarakter heeft. Dat zeggen veel inwoners van Utrecht nog, van dit Utrecht is net een groot dorp. Maar dan wel een dorp met meer dan 300.000 inwoners. Maar het heeft wel een dorpse sfeer. En hier op dit plaatje zien we onder andere een paardentram. En wat mensen daar omheen. Nou, het heeft iets dorps. Die paardentram die werd wel vervangen in 1906 door een elektrische tram. Dus dat is dan de modernisering, de vooruitgang. Dus in het straatbeeld zie je dan wel moderne tendensen ontstaan. Dus de stad op weg naar moderniteit. Maar de kunst in Utrecht, die was helemaal niet zo modern. Ook niet de eerste decennia van die 20e eeuw. Nog een keer eventjes die opmerking dus van Marsman. Geen stijl, maar des te meer karakter heeft de stad. Als je nou dat woord stijl met een hoofdletter schrijft, dus als in de stijl als kunstbeweging, dan klopt deze bewering nog steeds. Want de stijl is helemaal geen Utrechtse aangelegenheid. Het is namelijk niet Utrecht, maar Leiden waar de stijl het levenslicht zag. Daar werd een tijdschrift uitgegeven, november 2017, in Leiden. Wel op initiatief van een Utrechter, dat dan weer wel. Hè. Dat was Theo van Doesburg, geboren en getogen Utrechter. En die heeft het initiatief ontplooid. Nou, u kent dit plaatje misschien wel. Hè. Dat is het allereerste nummer, tijdschrift van de stijl, dat dan verscheen in Leiden in november 2017. En van Doesburg, ja, dat is de aanjager geweest die een heel groepje gelijkgestemde kunstenaars om zich heen verzamelde. En hij ging een tijdschrift uitgeven waarin gepubliceerd wordt. En het was de spreekbuis voor avant-garde kunstenaars die ook in de kunst de vooruitgang wilden. Omdat in de samenleving ook steeds meer moderne tendensen deden. En Theo van Doesburg was de initiatiefnemer, maar ook de Utrechter Bart van der Lek was iemand van het eerste uur. Gerrit Rietveld heeft zich wat later, vanaf 1919, daarbij aangesloten. En het is een orgaan geweest dat zo'n 15 jaar heeft bestaan. Het allerlaatste nummer van de stijl verscheen in 1932. En ze wisten ook dat dat het laatste nummer zou zijn. Want aan de zijkant staat Dernier Numéro. En ze gaan een beetje internationaal, hè, willen ook de Franse markt veroveren. En ze wisten, dit is het laatste nummer. Want het jaar daarvoor, in 1931, was Theo van Doesburg overleden. En dat allerlaatste nummer van de stijl was geheel aan hem gewijd. Nou, dat zien we ook, staat het koele letters van Doesburg op. En dan de stijl en die letters NB, dat is de afkorting van nieuwe beelding. Want dat is hoe ze het zelf omschreven. Een nieuwe beelding, een nieuwe manier van de wereld vormgeven. Neoplasticisme is ook een andere term, een wat chiquere term voor die nieuwe beelding. Nou, er staat ook bij van 1917 tot 1931 heeft de stijl gefloreerd. Maar vanuit de bron was Leiden. En het werd gefinancierd door een Zwitserse kunstliefhebber, Carl Friedrich Meyer Fritz. Die heeft een voorschot gegeven aan Theo van Doesburg van 600 gulden. En daarmee kon het worden opgezet. Dat was een eerste investering. En ja, er waren helemaal niet zo heel veel nummers. De oplage was niet zo hoog, want het was een maandblad. Maar er zijn nooit meer dan per keer 300 nummers van de stijl gedrukt. Dus zo heel groot orgaan was het nou ook weer niet.
Mocht hij nog zo'n blaadje ergens op zolder hebben, dan is dat een collectors item en best veel geld waard. Omdat het toch tamelijk uniek is. Flesje. En als u kijkt naar de vormgeving, dan is het al meteen duidelijk, gewoon door te kijken van waar het om te doen is. De wereld op een moderne manier vormgeven. In de beeldende kunsten, ook in de typografie is het terug te vinden. In de schilderkunsten, de minimale vormen en kleuren, alles terugbrengen tot de essentie. De stijl was echt een reactie op de verschrikkingen van die Eerste Wereldoorlog. Een hoop chaos en ellende. En van Doesburg en consorten gingen ervan uit dat de samenleving, ze gingen ervan uit dat de mens in principe goed is en dat je hem nog beter kan maken als je zorgt voor een rustige leefomgeving. En dat kunnen schilderijen zijn of meubels of een mooi vormgegeven huis. Maar zo simpel mogelijk dingen terugbrengen tot de essentie. En voor de schilderkunst, daar waar ik over praat, betekent dat echt een minimale vorm en kleur. En lijnen en vlakken, en zwart en wit. Nou, zwart en wit, lijnen en vlakken zien we links. En de primaire kleuren. Dat zijn dan rood, geel en blauw, de primaire kleuren van de kleurencirkel. En nou, behalve zwart en wit zien we rechts dan die letters NB in rood staan. Dus ja, de stroming is officieel opgericht in Leiden met uitgaven van de tijdschrift De Stijl in 1917. En allerlei artikelen daarin verspreiden dan de deelnemers hun ideeën. Nou, met het overlijden van Theo van Doesburg in 1931 en met de opkomst van het fascisme in de jaren 30, dan krijg je een heel andere sfeer in Nederland. En dan heeft de stijl, die avant-garde, zijn beste tijd gehad. Dan komt er in Utrecht weer een nieuwe schilderstroming. Dat is van het magisch realisme met Pijkenkoog en Moesman. Dat overschaduwt dan een beetje de stijl. En dan krijg je een soort golfbeweging. Eerst is er de stijl, dan zakt het wat terug in de jaren 30, 40. En in de jaren 50, dan komt het weer onder de aandacht. Dan zijn er Rietveld-tentoonstellingen in het Centraal Museum en in Amsterdam en publicaties over de stijl. Dus vanaf eind jaren 50 zit de stijl weer in de lift. En dan komt ook Dick Bruna, verschijnt in tonelen en die gaat vormgeven in de trant van de stijl. Dus dan krijg je die golfbeweging die maar blijft gaan. En vandaag is er weer, dit jaar is er weer een piek. Hè? Want overal in de stad zie je het feest rond die stijl weer verschijnen. Nou, genoeg over Leiden, terug naar Utrecht. Terug naar het verleden. En dit is een aankondiging op een affiche van het Utrechts kunstgenootschap. Het genootschap Kunstliefde. Toen nog ouderwets Kunstliefde geschreven. Dat is zo vlak voor het begin van de 20e eeuw, uit 1897. En bij dit genootschap vierde de traditie nog hoogtij. Het was een oud teken- en schildergenootschap in 1807 opgericht. En het was een organisatie waar Utrechtse kunstenaars les konden krijgen in tekenen en schilderen. Maar ook konden exposeren. Je had nog niet een hele hoop galeries in Utrecht zoals je dat nu had. Dus om dat wat je maakte ook wereldkundig te maken, was je toch vaak aangewezen op dat genootschap Kunstliefde. En daar heerste nogal een wat gezapig en braaf kunstklimaat. Als je kijkt naar de vormgeving van dit affiche, dan zien we, het is de traditie. Het is een heel academisch, klassicistisch verbeeld. Nou, dat kunstklimaat in Utrecht, dat was ook inderdaad wat braaf, wat terughoudend, niet ontvankelijk voor vernieuwingen. En dat had dus ook te maken met die belangrijke rol van het genootschap Kunstliefde. Men stond nauwelijks open voor vernieuwingen. Om een voorbeeld te geven, genootschap Kunstliefde gaf tekenlessen. En begin van het seizoen heeft dit genootschap een eeuw lang het gepresteerd om een persoon gekleed in jagerskostumen met een geweer in de hand en een hoed op zijn hoofd. Een eeuw lang heeft een manspersoon model gestaan in de houding van de rustende jager. En dat moesten de leden dan natekenen. Kunt u zich dat voorstellen? Een eeuw lang. Het seizoen in, seizoen uit. Nou, dat geeft al aan hoe star het is en weinig vernieuwing die er dan is. Dat wat betreft de opleidingen tekenen, dat is maar één anekdote. Wat betreft het exposeren, nou, de leden onderling, die hielden een maandelijkse schouwavond. En dat betekende dat de leden met een portfolio kwamen, er werd er eentje uitgekozen. En die liet dan zijn prenten en tekeningen, schilderijtjes zien aan de overige leden. En dan werd dat gekeurd en dan werd besproken, kunnen we het op een tentoonstelling laten zien. En bij die maandelijkse schouwavonden konden ook nieuwe leden hun intrede doen bij het genootschap. Ik weet niet hoe dat bij zuster Bertke precies zit, maar zo ging het dan bij het genootschap aan toe. En er was een ballotagecommissie.
Dus je kwam niet zomaar binnen. Nou, wat wil het geval? Op een gegeven moment, de latere stijlkunstenaar Bart van der Lek, die kwam in 1896, het jaar voordat dit affiche werd gemaakt, hij was pas 20 jaar oud, kwam naar zo'n schouwavond, hij onderging die ballotage van de jury en hij legde dus zijn tekeningetjes te midden van die uiterst brave en zoetsappige prentjes en schilderijen van de overige genootschapleden. En hij voelde meteen op zijn klompen aan dat hij hier niet op zijn plek was, want hij wilde vooruit. En meer. En hij heeft zijn boeltje weer bij elkaar gepakt en dacht: ik word geen lid van het genootschap. Nou, en dat was al in 1896. Hij is dus ook nooit lid van het genootschap geweest. Nou, hij zat erbij, dus het werd gehouden. Dus de tentoonstellingen in het gebouw. Even kijken hoor, dat goede knopje doe. Het gebouw voor kunsten en wetenschappen in Utrecht, gebouw KNW, op de Mariënplaats. Dat is dit gebouw. Dus nu het Utrechtse Conservatorium, maar destijds dus het Genootschap Kunstliefde in 1847 opgericht, een neoclassicistisch gebouw. Nou, daar vonden dus de teken- en schilderlessen plaats, de ballotages, de tentoonstellingen die ze hielden. Later zijn ze wel verhuisd naar een ander onderkomen toen het uit zijn jasje begon te groeien, maar hier is het begin geweest. En dat genootschap hield ook feesten. Ik heb een oude foto gevonden van een van de kunstliefdefeesten uit 1910, zo'n beetje. Ja, en we zien op zo'n foto die oude kiekjes, die tonen echt figuren, ja, van die mannetjes die een beetje de artiest uithingen. Nee, dus dat is een soort pose dat ze doen. En wel burgerlijk nette pakken, soms met een olijk strooien hoedje op, een beetje schalkse blik in de camera. Maar wel, ja, heel braaf en best wel kneuterig eigenlijk. En op de achtergrond bij deze foto zien we ook de locatie vermeld waar dit feest plaatsvond. Namelijk in het museum Kunstliefde. Het genootschap had een eigen museum. Sinds 1873 ook in het gebouw KNW. Twee zalen, een toonzaal en een aangrenzende, ja, hoekkamer eigenlijk. En daar werd werk van eigen leden getoond, maar ook werk wat ze in hun eigen collectie hadden. Zelfs 17e eeuwse Utrechtse meesters, caravaggisten als Hendrik ter Brugge, had het genootschap in bezit. Op deze foto ziet u dan een van die twee zalen in dat gebouw waar dan de collectie tentoongesteld werd. Het volgepakte zaal. En als je kijkt, dan ja, zijn het toch brave traditionele schilderijtjes. Landschappen, bloemstillevens, wat academische portretkunst. En maar verder ging dat dan niet. Heel figuratief en heel academisch traditioneel. En ja, volgepropt. Dat is ook iets wat opvalt. Nou, langzaam maar zeker, ja, liep het ledenaantal af. En Van der Lek wilde er ook niet bij. En dat betekende, ja, uiteindelijk een beetje geldnood. En om weer een financiële injectie te krijgen, heeft het genootschap rond 1918 de collectie, schilderijen, voor een schijntje eigenlijk verkocht aan de gemeente Utrecht. En die heeft het toen overgedragen aan het Centraal Museum, dat sinds 1921 bestaat. En die pronkt er nu nog mee. De caravaggisten en een hoop ander werk. Sommigen van u gaan vanmiddag ook naar het Centraal Museum toe. Bedenk dan een aantal werken die daar nu bij de vaste collectie horen, ooit bezit waren van het genootschap. En uit nood geboren verkocht zijn voor een schijntje. Het is nu, ja, veel meer waard. Het is echt voor heel weinig geld doorverkocht. En die financiële injectie heeft het genootschap ook niet echt een stap vooruit geholpen, heb ik begrepen. Maar goed, zo ging dat dan. Nou, een catalogus. Een van de voorjaarstentoonstellingen van het Genootschap Kunstliefde in 1916. Dat is eigenlijk het jaar voordat de stijl ontstaat in Leiden. En dan zie je nog steeds figuratieve voorstellingen. Meestal was een uitnodiging of de cover van de catalogus of een affiche. Dat werd meestal gemaakt door een van de leden van het genootschap. Vaak was dat een landschapje of een stadsgezichtje. En alleen de leden van buiten Utrecht, die waren soms wat gewaagder. Dit is gemaakt door Isidor van Mens, die kwam uit Berlicum. En voor Utrechtse begrippen ging dit al heel erg ver destijds. Want het was een beetje karikaturaal, hè? Het was een beetje humoristisch, grappig, zoals die twee mensen naar die kunst kijken. Dus voor kunstliefde begrippen was dit al op het randje. Uiterst modern en vooruitstrevend, hè, als ze zich verplaatst in de ideeën, de starre ideeën van die tijd. Maar het kon nog een stuk erger, zeg maar. Hè. Het kon nog moderner. 3 jaar later, als je kijkt naar dit affiche door Bart van der Lek ontworpen, 1919. En die hield een eigen expositie in Utrecht dat jaar. Nou, de aankondiging alleen al is een stuk moderner als je links met rechts vergelijkt. Van der Lek was zelf dus geen lid van het genootschap. In 1896 trok hij als een conclusie: ik hoor bij deze club niet thuis.
was hem heel slecht bevallen, die balotage. En dan maakt hij een uitstapje naar de stijlleden in Leiden. En als hij daar weer mee breekt, in 1919 alweer, dus heel, hij is maar kort bij geweest, dan komt hij naar Utrecht, zijn geboortestad. En dan houdt hij een tentoonstelling aan de Nobelstraat. En dan niet bij Kunstliefde, maar het staat erbij, bij Voor de Kunst. Voor de Kunst was een afsplitsing van het genootschap Kunstliefde. In 1895 opgericht door een dame, Eta Fles, die was heel bemiddeld. En zij was ontvankelijk wel voor moderne tendensen. En zij heeft op een andere plek dan in gebouw KNW tentoonstelling gehouden met werken voor die tijd avant-garde. Vincent van Gogh, Jan Toorop, Johannes Toorn-Prikker. Dat waren kunstenaars die in de zalen van het genootschap niet naar binnen kwamen, maar bij Voor de Kunst wel een plekje kregen. En dat Voor de Kunst, dat was heel populair. In 1906 heb ik gelezen, telde dat die groep al 800 leden. Terwijl het aantal leden voor het genootschap Kunstliefde steeds maar kelderde. Tot een dieptepunt in de jaren 20 nog maar 23 leden. Dus echt een heel financiële nood. Maar uiteindelijk biedt Voor de Kunst uitkomst. En in de jaren 30 gaan ze fuseren met genootschap Kunstliefde. En dat is ook de reden dat Kunstliefde nog steeds bestaat tot op de dag van vandaag. 100 leden met inmiddels wel ook geavanceerde kunst. En het bestaat al 210 jaar, Genootschap Kunstliefde. Ja, het is nog meer. Hè? Nog meer baas boven baas. En de expositieruimte van Voor de Kunst aan de Nobelstraat, nou, dat ziet u een foto van. Het is veel lichter, veel moderner zou je kunnen zeggen. Niet zo volgepropt. Hè? Het schept wat meer lucht. En u kunt zich misschien voorstellen dat iemand als Bart van der Lek zich hier heel erg op zijn plek zou voelen. Hè? Dus begrijpelijk dat hij hier zijn expositie hield. En voor veel Utrechters was dit, de expositie van der Lek in dit gebouw, de eerste kennismaking met de stijl. Terwijl Van der Lek juist zelf net had gebroken met de stijl. En dat zal ik straks wel vertellen waarom. En dat, dit was de eerste kennismaking in Utrecht met de stijl. Onder andere al met het aankondigingsaffiche. Bart van der Lek, dan gaan we het eerst even onder de loep nemen. Geboren in Utrecht in 1876. En was kunstschilder en ontwerper. Kwam uit een arm gezin van 8 kinderen. En op 14-jarige leeftijd kreeg hij een opleiding bij allerlei glas. Schilderateliers, onder andere in Jutphaas, voor de mensen die hier uit de buurt komen, zegt dat misschien wel wat. Toen ging hij naar de Rijksacademie van Kunst en Nijverheid in Amsterdam. En daarna kwam hij terug in Utrecht. En rond 1905 werkte hij samen met Piet Klaarhamer, een meubelmaker en architect, in een atelier aan de Herenstraat. Niet ver hier vandaan, richting de Singel. En samen met Klaarhamer heeft hij zich bezig gehouden met vormgeving. In dat jaar 1905 maakte hij een boekje samen met Klaarhamer, dat heet Het Hooglied van Salomo, waarbij Klaarhamer zorgde voor de belettering en Van der Lek zorgde voor de illustraties. En welke stijl, hoe zou je deze stijl omschrijven? De slaoliestijl, ja, dat is een mooie Nederlandse benaming voor een stijl die door Jan Toorop is bedacht, hè, voor een aankondiging, reclame-aankondiging voor slaolie. Vloeiende lijnen, hè, de Chicraamse Art Nouveau of Jugendstil. Van der Lek is in eerste instantie beïnvloed door de Jugendstil, de Art Nouveau. Maar wel met een wat hoekige stilering, dus je zou al heel gauw kunnen zeggen, het heeft ook iets Art Deco-achtigs. Dat is een term die pas later in de jaren 20 opkomt. Het is een vroeg werk van hem. Ook nog een vroeg werk van hem, van zelfs nog een jaar eerder, 1904, De Korenoogst. Het is een beetje Egyptisch, hè? De figuurtjes allemaal plat en vlak naast elkaar. Het lijkt alsof de houdingen vanuit verschillende aanzichten zijn samengevoegd. En het lijkt een soort vooruitlopen op wat Van der Lek later gaat doen. Dit vroege werk zien we al reduceren tot kleuren. Er zitten al de primaire kleuren zijn aanwezig. En de figuurtjes tot het minimum weergeven. Dus het is een voorafspiegeling, vooruitwijzing naar zijn latere abstracte werk. En het werd ook voor het eerst tentoongesteld in 1906, dus 2 jaar later, in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dat was iets waar hij trots op was. Voor het eerst een Van der Lek in het museum. En tegenwoordig vind je werk van Van der Lek in de meest gerenommeerde moderne kunstmusea. In MoMA in New York, Centre Pompidou in Parijs, de Tate in Londen, het Krullemühle Museum in Otterlo heeft ook een aanzienlijke hoeveelheid Van der Leks. En ook het Centraal Museum in Utrecht natuurlijk. Dus mensen die vanmiddag een rondleiding in het Centraal Museum krijgen, die zullen dit misschien tegenkomen.
van 9 jaar later, rond 1913. En op zich is het nog steeds die wat Egyptische stijl, figuurtjes naast elkaar. Het oogt alleen een stuk moderner vanwege de thematiek, want dit zijn figuurtjes die op de trein wachten op een perron. En dan heb je dus echt de moderniteit te pakken. De trein, de snelheid, die wordt hier gesuggereerd. Maar wel nog met figuurtjes plat in het vlak, naast elkaar, weinig overlapping, een beetje gestileerde, geabstraheerde vormentaal. En dus dat, in die zin ontloopt het die korenoogst die we net zagen niet eens zo sterk. Het thema is modern, mensen op een perron, maar het materiaal ook. Staat bij, caseïneverf op eterniet. En eterniet, dat was een materiaal dat eind 19e eeuw was uitgevonden. Dus een moderne ondergrond van de lekko's daarvoor. Het is een samenstelling van cement met een klein beetje asbest. Dus je moet er niet in gaan snijden, maar wie zou in zo'n kunstwerk gaan snijden? Dus cement met een kleine component asbest. En dat kan tot vrij dunne platen worden samengeperst. En dat geeft een hele mooie ondergrond om op te werken met bijvoorbeeld caseïneverf. En dat is juist een hele oude verfstof. Een onderdeel van melk dat samen met kalk of borax wordt gemengd. En dan zorgt voor heldere kleuren. En dat is wat hij voor ogen heeft. Het werken met heldere kleuren. Dus heldere caseïneverf op die eterniet ondergrond zorgde voor dit lichte, luchtige effect. En dat is wat hij voor kiest. Dus ook moderne materiaalgebruik en moderne thematiek. Voor de eeuwigheid zelfs. Voor de eeuwigheid. Oh ja, eterniet, eterna. Ja, eterna. Ja. Oh, wat goed. Ja, voor de eeuwigheid. Dan gaan we naar de volgende en dan is het een hele verandering ineens. Dan zijn we weer 3 jaar verder ten opzichte van het vorige werkje. Ja, dan maakt hij een reuzensprong. Het is een enorme stap in zijn ontwikkeling. Hij woont, als hij dit schildert, niet meer in Utrecht. Hij is dan met zijn gezin, zijn vrouw Bertha en 2 dochtertjes, naar Laren verhuisd inmiddels. En daar ontmoet hij onder andere Piet Mondriaan, die in een pension in Laren zit. En ik denk dat als u kijkt naar dit werk, dat u dat ook wel heeft gezien. Hey, daar zit Piet Mondriaan invloed in en de stijl bestaat nog niet officieel. Maar je ziet, ja, er is verwantschap, er is iets wat past bij de stijl. In feite, ja, er wordt wel gezegd in de collectie van het Krullenmuller in Otterlo, het lijkt een soort eerbetoon aan het zware vissersbestaan. Het wordt uitgelegd als 2 vissersvrouwen in een storm. En dat kan wel wezen. Wat opvalt is dat die figuratie wordt geabstraheerd. Een stilering, hè? Een wat abstracte vereenvoudiging is hier van toepassing. Het is op zich nog steeds die Egyptische stijl, figuurtjes naast elkaar. Net als degene die met die korenoogst bezig waren, net als degene die op perron wachten. Hier zijn het al vissersvrouwen op het strand. Maar een enorme omslag in manier van weergeven. En dit is een van de allervroegste werkjes in een hele serie van werken waarbij Bart van der Lek steeds meer gaat abstraheren. En uiteindelijk zoveel gaat abstraheren dat de figuurtjes niet eens maar meer herkenbaar zijn. Het onderwerp bijna niet meer te herkennen is. En hij gaat dan ook uitsluitend primaire kleuren gebruiken. Rood, geel en blauw en zwart en wit. Dat heeft dus te maken met die kennismaking met Piet Mondriaan. Er komt contact. En ze voelen ook verwantschap met elkaar. En dat is de omslag die in Laren plaatsvindt. Een wisselwerking tussen beide kunstenaars. Ik moet wel zeggen dat Mondriaan in die tijd nog niet met de primaire kleuren werkte. Hij maakte van die Pier en Ocean schilderijen met alleen maar streepjes en zwart-wit. En het is dus zo dat Bart van der Lek vooral onder de indruk was van Mondriaans pure abstractie. En Mondriaan was destijds onder de indruk van Van der Lek's primaire kleurgebruik. En dat is echt wat Van der Lek heeft ingebracht. Terwijl Mondriaan daar nu ook heel bekend om is. De contacten werden intensiever in 1917, kwamen heel regelmatig bij elkaar over de vloer. We weten uit dagboekaantekeningen van Van der Lek's vrouw Bertha, die heeft een keer geschreven, Mondriaan kwam 2 maal per week langs om zijn theorieën en artikelen met mijn man te bespreken. Dus dat betekent echt, ze kwamen bij elkaar over de vloer. En een goed contact, dat duurde zo'n 1,5 jaar. Toen kregen ze ruzie met elkaar, dat is eigenlijk maar een kort en krachtige vriendschap geweest, waarbij ze elkaar wederzijds beïnvloed hebben. Ja. Dus ja, 1916 gaat het balletje aan het rollen. Eerst dus de contacten met Piet Mondriaan. En in hetzelfde jaar, december 1916, komt Van der Lek in contact met Theo van Doesburg. Die dan al plannen heeft ontwikkeld om een tijdschrift uit te geven. Het balletje gaat aan het rollen. 1917 verschijnt het eerste tijdschrift in de stijl. En in dat eerste nummer, in een bijlage, neemt Theo van Doesburg dit werk van Bart van der Lek op.
En dat geeft al aan, ze kennen elkaar dan. Ja, het is een compositie van Bart van der Lek. Steeds vaker gaan ze ook in de titel gewoon compositie noemen. Maar de subtitel zegt wat, waar we hier naar kijken. Ezelrijders. Als je die titel niet ziet, had u dat erin gezien? Ezelrijders? Het is bij zoiets, als je de titel dan hoort, dat je denkt, van, oh, dan word je gestuurd. Dan denk je, oh ja, nou zie ik er misschien wel een beetje in. Ja, je figuurtjes, de ezeltjes, voorpootjes, die schuine lijntjes, dat zijn voorpootjes of zo die naar voren staan. Nou, dus dat geeft al aan hoe ver hij dan al bezig is met abstrahering, aangezet door zijn vriend Piet Mondriaan. Maar ik heb een werkje van iets eerder, waarop hij zichzelf heeft gebaseerd, een meer figuratieve versie van de ezelrijders. Dat is deze. Het is een eerdere fase, schildert hij zoiets en dan gaat hij steeds verder abstraheren en dan blijft dit uiteindelijk over. Zo gaat hij wel vaker te werk. Maar dit is een voorbeeld van een portret van een vrouw. In de eerste fase links, bij deze compositie, dan is het nog tamelijk figuratief en gedetailleerd. Dus dat is de eerste fase. Op papier maakt hij dat en dan neemt hij een nieuw papiertje. Dan gaat hij vanuit die figuratie het meer abstraheren. En dan is hij niet tevreden en dan gaat hij een paar dingetjes een beetje wegschilderen. Dus al die witte streken, dat is het wegschilderen van wat hij uiteindelijk ook niet wil hebben. En nog steeds op papier. En de derde, de eindfase, is dan op doek. En dat kan olieverf op doek zijn of caseïneverf op eterniet. Dan krijg je de meest verre abstrahering zoals hier te zien is. Dus eerst vanuit het figuratieve, dan abstraheren en bijschaven. Uiteindelijk, door weg te schilderen, uiteindelijk blijft dit over. En dit is het meest simpele, terugbrengen van een vrouwfiguur tot de essentie. Het bestaat het wezen uit 4 verticale en 4 horizontale streepjes. Gekleurde streepjes in de primaire kleuren. Nou, dat is dan dat is de manier waarop hij te werk gaat. Steeds wegschilderen van dingen die er niet toe doen. Zelf noemt hij dat doorbeelding. Doorbeelding, wegschilderen van dingen die er niet toe doen. Nou, zo gaat hij een paar jaar lang die elementen van de stijl toepassen. En hij is een van de coryfeeën van Theo van Doesburg. Nou, bijvoorbeeld links 1918. En dan zit hij volop in de stijl. Abstractie wordt nog sterker. En rechts, waar hij ook die aankondiging van het affiche bij Voor de Kunst op heeft gebaseerd. Ook een autonoom schilderij dat nu in het Krullenmuller te zien is. De man te paard, of ook wel de ruiter genoemd. Nou, dus op zich werkt hij wel met kleuren en de ideeën van de stijl. Maar Van der Lek heeft altijd een heel persoonlijke benadering gehad. En het werd hem niet in dank afgenomen. Want zijn persoonlijke vertaling stond nogal haaks op de ideologie van de stijl. De standpunten van de stijl. Dus, er werd links en ook van rechts gezegd, het is niet helemaal conform de stijl. Dus er gaan wrijvingen ontstaan, ruzies. Want er zijn artistieke meningsverschillen met Piet Mondriaan. Want er werd gezegd, Mondriaan zegt, je gebruikt zoveel de diagonaal en dat is te dynamisch, het straalt geen rust uit. Je mag alleen de horizontaal en verticaal gebruiken. En bijvoorbeeld rechts, dat paard in die ruiter, dat werd dan realistisch genoemd, dat was eigenlijk te figuratief. Werd hem ook niet in dank afgenomen. Dus door artistieke meningsverschillen met Piet Mondriaan, die werden zo groot dat het contact werd verbroken, dat Van der Lek dacht, nou ik breek gewoon met die hele stijl, ik heb er helemaal genoeg van. Ja, dus je kan zeggen, het gebruik van de diagonaal heeft een streep door de rekening gezet wat betreft de samenwerking bij de stijl. En er waren ook wrijvingen met Theo van Doesburg, niet zozeer op het artistieke vlak. Van Doesburg die vond dat de diagonaal ook wel mag, of schuine lijnen. Maar dat was meer een soort machtsverhouding, want Theo van Doesburg die schreef veel artikelen in het blad. Daar gaf hij gewoon de dominante rol van de architect werd onderstreept. Van Doesburg vond in de hiërarchie, architect is het belangrijkste. Belangrijker dan autonome schilders. En daar was Van der Lek als autonoom schilder totaal niet mee eens. Hij zegt, ze zijn gelijkwaardig aan elkaar. Dus daar kwam ruzie en wrijving over. En dan zal Van der Lek breken met de stijl. En hij kiest eieren voor zijn geld en denkt, ik wil wel blijven exposeren. Maar dan ga ik wel terug naar mijn geliefde Utrecht. Niet bij het genootschap, want dat is me te stoffig. Ik ga naar Voor de Kunst. En zo is dat gekomen, dat hij dus in dat pand aan de Nobelstraat werk, onder andere die ruiter, ook kon laten zien. Het wordt vaak opgevat als een standbeeld van de ruiter. Hè? En dat heeft te maken met dat rode vlak en die streep. Dat fungeert als een soort sokkel, waar dan die ruiter op te zien is. Ik hoop als u die ezelrijdertjes heeft gezien, dat u daar nu ook meteen een soort ruiter te paard ook in ziet.
En bovenin die blauwe streep, dat kan de blauwe hemel zijn. Het kan ook misschien een baldakijntje zijn dat deel uitmaakt van het ruiterstandbeeld. Maar het is misschien ook gewoon een mooi blauw vlak dat zo prachtig past bij die andere twee primaire kleuren. En dat hij alleen maar heeft gekozen voor de kleur en niet omdat het nou iets figuratief, een hemel of zo, moet voorstellen. Nou, Utrecht was zoiets nog niet gewend. Het was de eerste kennismaking met de stijl en er werd over geschreven. Eigenlijk best wel negatieve bewoordingen. Terwijl de stad nu heel trots is op zo iemand als Van der Lek. Het is zelfs binnen voor de kunst kwam een soort scheuring. Want de voorzitter die heeft Van der Lek uitgenodigd om te exposeren. Maar de penningmeester vond het niks en heeft zijn functie neergelegd. Dus ik wil hier niks met deze club te maken hebben. Dus een hoop heisa ook weer. En zo gaat dat, hè, bij zo'n interne club soms. Ook in de collectie van het Centraal Museum, maar nu niet op zaal, is dit stilleven bakje met appels van Bart van der Lek. Dus ook al breekt hij met de club, dit is uit 1921, hij blijft in de trant van de stijl wel werken. Met ook zijn eigen geliefde schuine vlakken. He, dat blijft hij toepassen. Ja. En misschien is het maar goed dat hij wat figuratiever werkte dan de rest en ook met schuine dynamische vlakken. Want daardoor bleef hij in de gunst bij de kunstpedagoog H.P. Bremmer, die veel adviezen gaf aan Helene Krullemuller. Zij was een van de studenten van hem destijds. En H.P. Bremmer kocht wel eens werk van Van der Lek aan, daar was hij erg van gecharmeerd. En dat verkocht hij door aan Helene, een niet onbemiddelde vrouw. En dat is de reden dat er nu een enorme collectie van der Leks juist in het Krullemuller Museum is. Nou, was Van der Lek veel meer gaan vasthouden aan wat Van Doesburg en vooral Mondriaan wilden, dan lag hij uit de gunst bij Bremmer. Had hij werk niet via hem aan Helene Krullemuller kunnen verkopen. Nou, dan gaan we wat door in de tijd, jaren 20 zo'n beetje. Dan gaat hij zijn eigen weg en dan gaat hij zich ook bezighouden met interieurvormgeving, de kleurstellingen van de stijl. Hij krijgt een uitnodiging om de interieurs, de kleurstelling te ontwerpen voor bijvoorbeeld het jachtslot Sint Hubertus op de Hoge Veluwe. En dat is door Berwalage ontworpen. En je ziet primaire kleuren in het plafond op de vloer. Dat is de bijdrage van Bart van der Lek geweest. En ik heb begrepen dat Van der Lek dan ook weer ruzie kreeg met Berlage om dezelfde reden, wat hij verweet Berlage, dominant gedrag. Het was toch misschien een beetje Calimero-complex, hè? Dat van de architecten die vinden zichzelf heel wat. Hij is maar een schilder, hè, Van der Lek zelf, of maar een vormgeving. Dat werd hem ook onder de neus gevreven door de architecten. Nou, dat botste, daar werd hij dan boos over. Hè, toch, ja, Van der Lek had zelf ook een soort geldingsdrang. Want ook hier zegt hij, een toegepaste kunstenaar is gelijkwaardig aan een architect. Waarom niet? Ze hielden ook niet van hiërarchie. Het moest allemaal gelijkwaardig zijn. Het was eigenlijk een ideologie. De samenleving is goed. Je kan het beter maken door de omgeving mooi in te richten. Volgens hun eigen principes. Nou ja, dan blijkt dus dat de samenleving ook niet goed is. Dat er altijd haantjesgedrag is. Baas boven baas, dat idee. Dat heeft hem best wel, is hem best wel tegengevallen, denk ik. Gaan we door een sprong in de tijd. De jaren 30, 40 houdt hij zich dus nog steeds bezig met interieurvormgeving. In de jaren 50 gaat hij zich ook toeleggen op toegepaste kunst. Stofontwerpen, binnenhuisarchitectuur, keramiek. Links zien we dan een keramische vaas die door hem van decoratie is voorzien. En rechts is ook nog wel heel erg mooi. Dat is, tenminste vind ik zelf, Villa Schöne. En dat heeft hij, daar zien we, ja, het is architectuur, maar de schilderkunst hier, die abstracte vlakken, die heeft Van der Lek aangebracht. En het is een interieurontwerp voor zijn dochter en zijn schoonzoon. Die gingen hier wonen. Het is een villa in Blaricum, 1953 opgeleverd door architect Piet Elling. En Schapendrift 64 in Blaricum. En het was een particulier woonhuis nu hoor. Dus ik kan niet daar een rondleiding krijgen of bezoeken. Maar het is een van de meest gave inrichtingen nog die door Van der Lek, die op naam van Van der Lek staat. Nou, door met het volgende. Dan laten we Bart van der Lek even voor wat hij is. Een soort bruggetje van Van der Lek naar Rietveld toe. Dat is deze aanzichtkaart. Ik weet niet precies wanneer die is geschreven, wat erop staat, is ook een beetje onleesbaar. Maar het is een kaart die Bart van der Lek heeft gestuurd naar Gerrit Rietveld. In ieder geval na 1916, want op de voorkant van die kaart zien we een werkje van Kurt Schwitters, een Duitse kunstenaar die bij de Dada-beweging zat. En daar staat het jaartal 1916 bij. Dus het is in het jaar 1916 of daarna heeft Bart van der Lek deze kaart aan Gerrit Rietveld geschreven. En ze waren goed bevriend met elkaar.
Sterker nog, Gerrit Rietveld bewonderde Bart van der Lek heel erg. Rietveld was 12 jaar jonger en hij wilde zelf eigenlijk ook schilder worden. Dus dan is Bart van der Lek, dat wil ik ook. En Gerrit Rietveld en Bart van der Lek hebben elkaar al vroeg leren kennen hier in Utrecht. In het jaar 1905. In dat jaar dat van der Lek een atelier deelde met Klaarhamer in de Herenstraat. Klaarhamer gaf ook cursussen. Gerrit Rietveld als jochie, Utrecht zegt ze jochie, als jochie van 16 jaar, kreeg een cursus, een theoretische cursus bij Klaarhamer. Hij zag daar ook het atelier van Van der Lek. Rietveld 16 jaar, Van der Lek 28 jaar oud. Die schilderde fantastisch en Rietveld dacht dat wil ik ook. En daar is al de eerste bewondering en wederzijdse vriendschap ontstaan. Want ja, Van der Lek vroeg aan Rietveld, kan je af en toe de houten schilderijlijsten maken voor mijn schilderijen? En Rietveld kon dat. Hij werkte toen nog op de meubelwerkplaats van zijn vader. Hij was een ambachtelijk meubelmaker in de Poortstraat hier in Utrecht, had zijn vader een atelier. Rietveld werkte daar als jongen van 16. En daar maakte hij houten schilderijlijsten voor Bart van der Lek. En daar is de eerste contacten zijn daar ontstaan. En Rietveld wilde dus ook schilderen. Je foto van Rietveld, hij heeft 5 kinderen gekregen. Op deze foto zie je hem met 2 van zijn kinderen. Dat meisje heeft een witte strik. Het is net alsof Rietveld ook een strikje draagt, maar komt door het schuine kopje van zijn dochtertje. En ja, we kennen hem vooral natuurlijk als meubelmaker en architect van de stijl. Hij wilde dus schilderen. In het begin wilde hij vooral schilderen. Hij moest 14 uur per dag werken bij zijn vader voor 7 cent per dag of zo. En dus hij kreeg wel iets van geld ervoor. Maar hij zei dat hij daar alleen maar naartoe ging, omdat hij elk vrij moment even kon tekenen. Dus hij ging wel meubel maken, maar daar hield hij niet zo van. Zeker niet die traditionele ouderwetse meubels die zijn vader maakte met veel decoraties. Maar elk vrij moment kon hij tekenen. En met zijn schetsblok op schoot en zo hield hij dat dan vol. Dus hij wilde in eerste instantie autonoom kunstenaar worden. En dit is een vroege Rietveld. Ik weet niet of u dit werkje kent. Dit is de eerste schreden op het schilderkunstige vlak. De religieuze afbeelding, o hoofd vol bloed, ontwoende. Christus met de doornenkroon daarbij. Op een houten paneel is het bij, dus olieverf op paneel, een klein paneel. Daarom ook die naden, dat zijn van de houten platen tegen elkaar aan. Klein van formaat, niet zo heel groot, een beetje A4 formaat. En ja, ergens tussen 1911 en 1912 gemaakt. In 1912 was dit olieverfschilderij in ieder geval voltooid. Want dan wordt het vermeld in, kijk, op het inschrijvingsformulier, dat woord zag ik, op het inschrijvingsformulier van Genootschap Kunstliefde. In 1912 denkt Gerrit Rietveld, ik wil daar nog meer leren tekenen, schilderen, ik wil exposeren en hij wordt lid van het genootschap. Hij wel. En dit liet hij dan zien. Dit had hij in zijn portfolio. Hij zegt, nou, ik wil hier schilderen, dit kan ik al, kunnen jullie nog meer leren? Misschien willen jullie dit exposeren. En u snapt misschien, hè, want ik heb geschetst waar genootschap voor stond, dat dit werd aangenomen. Traditioneel, hoogstaand, religieus thema. Dus ze zeiden, kom maar. Als je lidmaatschap betaalt, dan ben je welkom. En het werd dus op het inschrijvingsformulier vermeld. En het is ook in een catalogus verschenen bij een expositie van genootschap. Want het was niet alleen exposeren, ze wilden daar ook werk verkopen. En 40 gulden, dat werd ervoor gevraagd. Dat was destijds nog een aardig bedrag. Zeker voor nog een toen onbekend kunstenaar die nog aan de weg moest gaan timmeren. Had je toen aangeschaft, of een van uw voorouders. Ja, het is nu gewoon natuurlijk veel en veel en veel meer waard. Het is lang in bezit geweest van een particulier. In 1992 werd het geschonken aan het Centraal Museum. En dit is een kant van Gerrit Rietveld die u misschien nog niet kende. Ja, dus ja, in ieder geval, het is een Utrechtse kunstenaar en ik dacht, nou ja, ik laat iets van zijn schilderkunst zien, want dat is mijn taak hier, de schilderkunst te schetsen. Ook nog zo'n vroeg werk, ook Gerrit Rietveld. Als het er niet bij zou staan, had u het waarschijnlijk niet geloofd. Het is een soort officieel statieportret van Anthony Begeer. Hij was de oprichter van de zilverfabrieken hier in Utrecht, de Utrechtse fabriek van zilverwerken. En Anthony Begeer was de vader van Karel Begeer, een juwelier hier in Utrecht. En Gerrit Rietveld maakte wel eens ontwerpen voor Karel Begeer. Voor bijvoorbeeld meubels die in de winkel van Karel Begeer moesten komen. Chique meubels voor in zijn juwelierszaak. En toen Karel Begeers vader Anthony kwam te overlijden, heeft Karel aan Rietveld gevraagd. Hij zei, jij houdt toch van schilderen? Kan je niet
een gedenkportret van mijn vader maken. En zo is dit tot stand gekomen. En het blijkt dus dat Gerrit Rietveld best wel talent voor het schilderen had. Die Doornenkroning, dit werk. En ja, je kan je afvragen, waarom is hij niet doorgegaan? Nou, dat heeft alles te maken met ongeveer dat jaar 1912. Toen is hij ermee gestopt. Het jaar daarvoor was hij in het huwelijk getreden met de verpleegster, vrouw Gien Hadders. En ze kreeg al heel snel kinderen. En toen begreep Rietveld van, ja, met schilderen kom ik niet verder. Er moet brood op de plank komen. Ik ben de kostwinner. Ik moet mijn geld verdienen. Ik kan toch maar beter blijven meubels maken. Want dat geeft in ieder geval bestaanszekerheid. En dat is de reden waarom hij het schilderen aan de wilgen heeft gehangen. Hij zal blijven schilderen, maar hij is meubels gaan beschilderen. Ja, dat is toch weer een andere tak van schilderkunst, zou je kunnen zeggen. Ja. Kijk, ik ga te ver. Zo, vertelde eerst een goede leerschool bij het atelier van zijn vader in de Poortstraat. En vervolgens in 1917, dan heeft hij zijn eigen meubelwerkplaats aan de Adriaan van Ostadelaan. En de plek waar die meubelwerkplaats was, daar is deze, is een van de weinige foto's uit die tijd. Die is daar nog te zien in het straatbeeld. Daar hebben ze eigenlijk op de gevel deze foto uitvergroot. Die is daar ook terug te vinden. Daar zien we Gerrit Rietveld met een aantal van zijn medewerkers in zijn eigen meubelmakerij. Wat met medewerkers en ik denk een van zijn vijf kinderen. En daar zit hij in de beroemde Gerrit Rietveld stoel, de latte leunstoel. Als je verder kijkt op de foto, dan zie je een wat geabstraheerde typografie van belettering. En als vignet voor zijn meubelwerkplaats dit. Dit werkje. En dat haal ik iets dichterbij. Er zit dus ook een soort reclame voor zijn bedrijf. Hij heeft zijn eigen logo ontworpen en als houtsnede een reclame ervoor. Daar zie je ook een soort abstrahering, stilering in het mensfiguur en in de belettering. En dan zit je zo rond 1917, het jaar dat de stijl ontstaat. Een gegeven moment komt er een architect, Robert van het Hof, die komt langs op de meubelwerkplaats van Rietveld. Robert van het Hof zegt, ik heb wat meubels nodig voor wat moderne villa's die ik aan het ontwerpen ben. Kan jij die maken? En via Robert van het Hof is Rietveld bij de stijl betrokken. Want Robert van het Hof dacht, hey, dit is een zielsverwant. Het is ook iemand die moderne vormgeving daarvan houdt. Dus hij past wel bij de club van Doesburg en Mondriaan, waarmee Robert van het Hof al contact had. Nou, zo is dat gekomen, dat contact tussen Rietveld en de rest. Maar ja, hij is dan zelf geen autonoom schilder meer. Hij heeft wel weer contact met Van der Lek en hij blijft bewondering houden voor diens schilderkunst. Maar Rietveld komt in 1919 bij de stijl als Van der Lek er net uitgestapt is. Ja, dus Rietveld volgt hem op, zou je kunnen zeggen. Ja, en de vorm blijft voor hem belangrijk, zeker in de vormgeving van zijn meubilair. Op de vorige foto zag je hem in die nog ongeverfde versie van de latte leunstoel zitten. En hier zien we de latte leunstoel zonder een personage erin. En dit is een foto die werd gepubliceerd in het tijdschrift van de stijl. Dus dat is ook echt zo'n bewijs. Vanaf dan zit Gerrit Rietveld ook bij die club. En Van Doesburg die schrijft erover. Rietveld ligt zelf toe dat hij hier een meubel wilde maken dat vrij in de ruimte stond, waarbij de vorm het wint van het materiaal, dat eenvoudig ook machinaal te maken is. Dus uit bijna lopende bandwerk, hoe meer productie, hoe lager de prijs. En dat was ook een ideaal wat hij had. Het moet voor iedere portemonnee beschikbaar zijn. Maar als je kijkt naar foto's uit die tijd, 1918, als je kijkt hoe de mensen erbij liepen, nog helemaal de vrouwen in korset en lange rokken en hoeden op, en allemaal, dan snap je eigenlijk pas hoe uiterst modern dit is. Ik kan me haast niet voorstellen dat een vrouw ingesnoeid in een korset met een rok aan in zo'n meubelstuk zou zitten. Het is een designklassieker. Het past bij onze huidige, moderne, wat strakkere interieurs. Maar voor die tijd ging dat al heel ver. Rietveld hoorde vanaf de publicatie van deze foto in het tijdschrift De Stijl, hoorde hij tot de internationale avant-garde. En hij was een van de paradepaardjes van De Stijl. En pas zo'n 5 jaar later heeft het de kleuren gekregen, zoals wij het kennen, de primaire kleuren. En er wordt gefluisterd dat Bart van der Lek daar de aanzet toe gegeven heeft. Dat hij uit bewondering voor Bart van der Lek heeft bedacht, ik ga zijn kleuren, de primaire kleuren, ook op deze stoel toepassen. Nou, hij heeft het nog verder geabstraheerd. Bij de eerste versie zien we nog zijschotten, latjes, en die zijn hier weg. Het nog meer brengen tot een eenvoudige transparantie. Nou, en deze stoel kreeg uiteindelijk ook een plekje in het interieur van mevrouw Truus Schreuder-Schreder. Het Rietveld Schreuderhuis, wat
Rietveld heeft ontworpen. In de jaren 1923, 1924. Mijn collega Rafael zal er nog wat meer over vertellen. Het is, hoort ook niet meer bij mijn vlak thuis. Hè. Het is niet echt de schilderkunst die hier nog aan bod komt. Maar toch wel even vermelden. Rietveldstoel die stond en staat er nog steeds ja, in. Dus dat in dit interieur. Er zijn een aantal van u dat vanmiddag daar een rondleiding krijgt. Hè. Dus kunt u zich vast op verheugen. Ja. En wat er ook kwam in het onderkomen van mevrouw Truus Schreuder-Schreder. Want ze zei, ik wil ook wat schilderijtjes aan de muur. Gerrit, kan je me adviseren, wat moet ik ophangen? Behalve een portretje van mijn zus en zo. En wat fotolijstjes van familieleden. Toen zei Gerrit Rietveld, nou, hang een schilderijtje van Bart van der Lek aan de wand. We weten, hij had bewondering voor Van der Lek. Hij was goed met hem bevriend. Dus ja, in die zin heeft Rietveld geadviseerd. En er was in het voorjaar was er in het Centraal Museum een grote Rietveld tentoonstelling. Rietvelds meester. Leven de Stijl heette die tentoonstelling. Daar hing dit werkje van Bart van der Lek en daar stond bij. Dit heeft jarenlang in het Rietveld Schreuderhuis gehangen op advies, op verzoek van Rietveld. Nou. Tot zover Gerrit Rietveld. Gaan we door naar Theo van Doesburg. Laat niet zo heel veel van hem zien, omdat ik weet dat Rafael Rijntjes, mijn collega, daar nog een en ander over gaat vertellen. Hier een eerste kennismaking. Uit 1883 is in Utrecht geboren. Links een zelfportret zien we van hem. Eigenlijk traditioneel. Hè. Dit zou heel goed staan in de toonzaal van Genootschap Kunstliefde, bij wijze van spreken. Het is een beetje wat traditioneel, een beetje impressionistisch aandoend portret, denk ik. Uit 1913. En rechts een foto van hem als hij in de krijgsdienst zit rond 1915. Sorry. Mobilisatie. Naar Brabant toe. En, sorry hoor, dan staat hij bekend als sergeant Kupper. Want we kennen hem wel als Theo van Doesburg. Is hij officieel ook onder die naam geboren. Maar op een gegeven moment heeft hij ervoor gekozen. Hij wilde er vernoemd worden naar zijn stiefvader. En dat is dan Theo van Doesburg. Zij is geboren als Christian Emile Marie Kupper. Ja, maar zo kennen we hem dus niet. Theo van Doesburg, ja, wat is er over hem te vertellen? Hij was een soort kunstzinnig omnivoor. Hier zien we een schilderij van hem. Maar hij was ook bezig met vormgeven, met architectuur. Hij was dichter, hij was schrijver. In zijn Dada-tijd is hij ook nog, heeft hij zich mee bezig gehouden. Schreef hij onder pseudoniem Ika Bonset. Ja, dat is een anagram van ik ben zot. Dat als je dat omdraait, dus dat ook heel speels ging hij daarmee om. En ja, hij was ook binnen de stijl een beetje het mannetje, het baasje zou je kunnen zeggen. Hij maakte snel vrienden, maar hij joeg ze ook tegen zich in het harnas. Vanwege zijn wat autoritaire houding zou je kunnen zeggen. Hij was behoorlijk eigenzinnig, eigenwijs en zelf ingenomen op het arrogante af. En Bart van der Lek heeft het aardig wat met hem aan de stok gekregen. Maar ik heb begrepen dat Gerrit Rietveld het prima met hem overweg kon. Hij had nooit echt ruzie gehad. Een vroeg werk, dus links dat zelfportret, iets meer avant-garde van Doesburg en dat is ook in het Centraal Museum te zien. Het meisje met ranonkels, 1914. En dan zie je ten opzichte van dat vorige portret, er wordt geabstraheerd. Er wordt met fellere kleuren gewerkt. Nog niet de primaire kleuren, zover is het nog niet in 1914. Maar ja, Theo van Doesburg leest in die tijd wat werk van Wassily Kandinsky. Van het lyrisch expressionisme. En dan gaat hij aan de slag. En dan gaat hij aan de slag met abstrahering. En je innerlijk uitdrukken in kleuren en vormen. En dat zien we hier dan toegepast. Het stelt dus een geabstraheerd meisjesgezicht voor, met wat bloemen daaromheen. Hij wilde in die tijd nog geen abstracte voorstelling maken, niet helemaal abstract. Want hij vond het nog van belang dat de toeschouwer het beeld moest kunnen herkennen. Dat was voor hem heel belangrijk. In 1916 heeft hij dit schilderij tentoongesteld en toen heeft hij een voetnoot in de catalogus bijgezet. En toen zegt hij, rekenschap, een ontroering die een zichtbare vorm aanneemt, een kleur en lijn, is een schilderij. Een kleur en een lijn is een schilderij. Dat is misschien een beetje de kern van wat hij later ook steeds zal roepen binnen de stijl. Ja. Nou, Theo van Doesburg maakte in 1915 ook kennis met de toen al abstracte schilderijen van Piet Mondriaan. Ze beginnen een briefwisseling en op een gegeven moment zegt Mondriaan in 1916, kom een keer langs in Laren.
Hetzelfde jaar dat Mondrian ook voor het eerst Van der Lek ontmoet. Zo gezegd, zo gedaan. Theo van Doesburg gaat naar Laren toe. Ziet dus echt live werk van Piet Mondrian. En daar komt dan een werk als dit uit voort. Minder Kandinsky-achtig zou je kunnen zeggen. En veel meer al ja, cubistisch, Mondrian-achtig en een eerste stap op weg naar de stijl. Het is de kaartspelers, die al vaak in de kunstgeschiedenis is weergegeven. Figuren aan een tafel. Traditioneel hoort daar dan ook bijvoorbeeld een pijp, een tabakspijpje bij op tafel. Dus dat is nog de traditie in de schilderkunst. Maar de vormgeving, de manier waarop het is geschilderd, dat is niet meer traditioneel. Daar zie je ook dat Van Doesburg avant-garde wordt. Radicaal anders. En hij heeft het tentoongesteld in 1918 en toen de kaartspelers. En toen heeft hij een stukje geschreven achteraf naar een vriend. Hij zegt, mijn kaartspelers hing tussen bruin impressionistisch werk van de Uitvank en Le Fauconnier en Sluiters. Het sloeg alles kapot. De andere werken werden zwart. Het kwam bijna tot vechten. Want dit sprong eruit qua vorm en vooral qua kleur. De andere wat meer impressionistisch werken, die al heel donker van tonaliteit waren, die leken bijna zwart. En wij zouden zeggen, het verbleekt bijna, maar het is het omgekeerde bij dit soort werk. En ja, logisch dat het bijna tot vechten kwam, en men was dit niet gewend. Het was echt van Theo van Doesburg, wat maak je me nou? Dat is de eerste stap op weg naar abstrahering. Op een gegeven moment gaat hij zelfs dezelfde materialen toepassen als Part van de Lek. Dus ook caseïne, en soms ook gemengd met olieverf, op eterniet. En een verdere abstrahering. Het is eigenlijk een danseres die dezelfde danseres twee keer in een andere houding is weergegeven. Gebaseerd, dat haal je er niet uit, gebaseerd op een beeldje, een hindoeïstisch beeldje van een fluitspelende Krishna. Ja, en dan is dus eigenlijk Indiase kunst het voorbeeld. Het is een beeldje van een hindoeïstische godheid. Hier is een schets van Theo van Doesburg. Dat is ook een eerste aanvang voor dat later geabstraheerde werk. Dus eerst figuratief en dan verder abstraheren. En waarom Indiase kunst? Nou, Van Doesburg vindt dat kunst een universele harmonie moet uitstralen. Hij kijkt dus verder dan alleen de westerse wortels van de kunst. De Indiase kunst vindt hij prachtige kunst, omdat hij zegt, ja, daarin worden kleuren en vormen niet gebruikt om de natuur na te bootsen. In de Indiase kunst worden kleuren en vormen gebruikt om een soort geestelijke gesteldheid uit te drukken. En dat was het waar me om ging, een geestelijke gesteldheid via de kunst, een soort rustige, ja, wij zouden zeggen, mindset geven aan de mensen. Nou, dat is wat hij doet. En dan gaat hij nog verder abstraheren en ook bezighouden niet met de autonome schilderkunst. Dit zijn voorbeelden van glasschilderkunst bij hem hier. En nou ja, daar zie je opnieuw een dans, geen dansende Krishna meer. Twee glas in loodplaatjes in het Krullemuller Museum. Links twee dansers in de primaire kleuren en rechts in de secundaire kleuren. De mengkleuren van die twee. Dus links rood, geel en blauw en rechts groen, paars en oranje. Dus daarmee experimenteert hij met kleuren uit de kleurencirkel. En dan zegt hij uiteindelijk rechts, ja, dat doet het niet zo goed. Het geeft niet die rust weer. Dus dan is het exit, secundaire kleuren. En dan blijven alleen de primaire kleuren over wat hem betreft. Want die hebben de meest universele uitstraling. Die geven rust en harmonie. En daar gaat hij dan mee door. Hij legt zich toe op de primaire kleuren. En in dit geval zit hij dichtst bij Bart van der Lek, denk ik, op dit moment. En dat is ook zo uit die tijd, 1918. Er wordt nog sterker geabstraheerd, à la Bart van der Lek. Maar ja, volgens de titel is het nog steeds, gaat het om een dans. Dat kan je er dan bijna niet meer uithalen. Dus dit zit hier midden in de stijl, maar hij zal gaandeweg steeds meer nieuwe wegen inslaan. Op een gegeven moment is hij helemaal begeesterd door Dada en door kennismaking met Koert Schwitters. En legendarisch hier in Utrecht was Dada-avond, die heeft plaatsgevonden, chaotische avond, op 29 januari 1923. En die vond plaats, ja wel, in het gebouw van KNW aan de Marieplaats. Dat keurige pand waar dat keurige genootschap Kunstliefde ooit zijn onderkomen had. En dat was echt een hele chaotische avond waarbij Theo van Doesburg met zijn vrouw Nelly de boel op stijl te zetten. En daar heeft hij ook een boekje uitgegeven onder de titel Wat is Dada? Dan slaat hij andere richtingen in. En ja, hij was chameleontisch. Hij waaide met verschillende winden mee. En Raphaël die zal daar ook nog wat meer over gaan vertellen. Om Van Doesburg af te ronden, hier nog een werk uit zijn laatste levensjaar.
1931, dat noemt hij een compositie, maar daar zie je, het is ver verwijderd van wat wij typeren als de stijl. Hij heeft dan al een hele omwegen gemaakt. Het is nog niet echt figuratief, maar er zit veel meer dynamiek in. Het zijn allemaal slingertjes, serpentines zie ik erin terug. Misschien ook een beetje een soort schedel, je kan er van alles in zien. Het staat dichter bij het meisje met de renonkels, waar hij mee begon, als dat het bij de stijl staat. En dan, ik vertelde het al in mijn inleiding, de jaren 30, dan is een andere koers in Utrecht. Dan is de opkomst van Pijker Koch, Joppie Moesman en consorten. De jaren 30 en 40 is Utrecht de stad, niet de stad van de stijl, maar de stad van het magisch realisme, het surrealisme. Er is nu sinds een week in het Centraal Museum grote Pijker Koch tentoonstelling. Maar dat is een heel ander verhaal, hè. Daar gaan we nu verder niet over hebben. Maar dat zorgt er wel voor dat de stijl niet meer zo gangbaar is in Utrecht. En pas in de jaren 50 komt het weer op. Dit soort werken zijn nu ook te zien in het Centraal Museum, dus van die magisch realisten. Dus dan heb je een soort piek gehad, de stijl ontstaat en dan de golfbeweging, het zakt af door de opkomst van het magisch realisme in de schilderkunst. Niet dat Utrecht daar meteen ontvankelijk voor was hoor, daar werd ook wel natuurlijk over geschreven, men vond het nog bar en boos, maar het was in ieder geval figuratief, herkenbaar. Het was toegankelijker voor veel mensen destijds. Nou, zomaar een werkje, vraag aan u, wie zou dit geschilderd kunnen hebben? Het is een Utrechtse kunstenaar, maar wie? Bart van der Lek, hè? Daar, dat meteen zijn dansende figuren. In eerste instantie zou ik ook zeggen, met de kennis die ik heb, het is van Bart van der Lek. Maar dat is niet zo. Het is van een heel andere kunstenaar, Willem van Leusden, een Utrechter. Ik weet niet of u ooit van hem heeft gehoord. Maar dat is een voorbeeld van een kunstenaar die niet bij de stijl was aangesloten. Sterker nog, deze Willem van Leusden is 65 jaar lid geweest van Genootschap Kunstliefde. Daar heeft hij geëxposeerd. Maar hij kende de deelnemers van de stijl. Hij was bevriend met Gerrit Rietveld al vroeg, begin 20e eeuw, hier in Utrecht. En hij wist dus van wat de stijl voor ogen had. En hij is dus daarin mee gaan liften. Links dan plaatje van rechts is iets te fletse kleuren, maar een beter werk heb ik op internet niet kunnen vinden. Een foto links heb ik gemaakt toen het op zaal hing in het Centraal Museum. Dan zie je veel meer de citroengele kleuren ook van het geel. En dit is dus een Willem van Leusden en geen Van der Lek. Maar je ziet dus dat door zijn vriendschap met Rietveld hij heel goed op de hoogte was iemand als Van der Lek maakte. En hij schildert daarin mee. Het is een groot werk op papier, bijna 3 meter hoog. En het was een ontwerp voor een wandschildering voor een dansinstituut in Zeist. En daarom moest het wat dynamisch zijn. Hè? Dus met ook schuine lijnen, opgetrokken beentjes zien we daarin. Ja. Willem van Leusden, die heeft verschillende stijlen gewerkt. Dus maar net met wie hij toen contact had. Dus in de periode van, eerst heeft hij figuratief gewerkt. In de tijd dat hij vriendschap had met Rietveld is hij meer gaan abstraheren in de trant van de stijl. En uiteindelijk in de jaren 30 is hij vooral surrealistisch gaan schilderen. Tot in de jaren 70 aan toe. Woonde hij in Maarsen in de buurt van Utrecht. De meesten kennen Willem van Leusden als een surrealist. Dus hij heeft even een stijlperiode gehad. Ja, dit is ook zo'n beetje uit die tijd, 1922. Hij heeft een aantal wat geabstraheerde wandplaten gemaakt. Schoolplaten, zoals hier, een kat en een poes. Nee, sorry, een kat en een haan. Een poes en een haan. Kleurigheid. En dus vooral die kat, die lijkt misschien heel sterk op Bart van der Lek. In de tijd voordat Van der Lek bij de stijl was. Hè. Dus een beetje de Egyptische tijd van Van der Lek. 2 aanzichten in 1. Dus in de kat van voren en van opzij tegelijkertijd. Dus daar zie je echt dat Willem van Leusden wel elementen van de stijl heeft overgenomen. Is dat ook iets cubistisch? Er zit iets cubistisch in. Maar ja, alle stijlleden hebben natuurlijk ook lering getrokken uit wat het cubisme heeft gedaan. Maar als je kijkt, de vormgeving is cubistisch. Maar ook het minimaliseren van kleuren, dat zijn invloeden van de stijl. De fellere kleur, want cubisme werkt met bruintinten, monochroom. Terwijl de stijl wil juist kleuren tegen elkaar afzetten. Dit is ook Willem van Leusden, want behalve autonome schilderijen heeft hij zich ook wel, net als Rietveld, met architectuur bezig gehouden. Ontwerpen voor een wachtstation, het openbaar vervoer en een kiosk. En dat is echt, je zou kunnen zeggen, cubistische vormgeving, maar met de kleuren van de stijl. En het is bij ontwerpen gebleven. Naar mijn weten is het nooit gebouwd, maar dan zie je, Willem van Leusden wilde zich ook met architectuur bezighouden.
En dit soort tekeningen doet me dan denken aan ook de vormgeving van de stijl. Een heel klein uitstapje. We hebben in Utrecht ook de fabrieken van Pastoel. Vroeger op Rotsoord, ik heb begrepen, de fietstocht die schijnt ook daar langs te komen. Dus de mensen die daar mee gaan vanmiddag, die zullen dus iets horen op de Pastoelfabriek. En Pastoel bestaat ook al heel erg lang. En die heeft dus ook meubilair ontworpen in de trant van de stijl. Zoals dit, de Vision Elements jubileumkast uit 2013. Toen bestond Pastoel 100 jaar. En degenen die naar het Centraal Museum gaan, zullen ook een echte Pastoelkast, dat kastje ook zien op zaal. Tenminste, als de gids daar ter plekke jullie over die zaal rondleidt. En anders vraag hem even naar, waar is het de Gerrit, het Pastoelkastje als eerbetoon aan Gerrit Rietveld. Ja, Pastoel. En hier affiche, een aankondiging, reclame voor Pastoel. En wie heeft dit affiche ontworpen, denkt u? Dick Bruna. Ja, hier geen addertje onder het gras. Het is inderdaad Dick Bruna. Ontwerp uit 1962, reclame voor Pastoel. Heel speels, Pastoel. Het is een meubilair die je kan toepassen. En we hebben ook allerlei verschillende toepassingen van de stijl ook gezien vandaag. En zo komen we dus gaandeweg bij Dick Bruna uit. Voor het einde van mijn verhaal, 1927, geboren in Utrecht, in het voorjaar 2017 overleden. En bekend zijn vader had de uitgeverij, ook de stationskiosk, de boekhandels, de spoorwegboekhandels waren in handen van zijn vader. En zijn vader was ook uitgever van onder andere de Zwarte Beertjes. Het was een soort concurrent voor de salamanderreekjes, van de goedkope pocketuitgaven. En het idee was, Dick Bruna, zijn zoon, die moest het uitgeverij overnemen. Maar Dick Bruna wilde dat niet. Toen was je bedrijfsleider, hij wilde tekenen en schilderen. En in 1955 toen was Dick Bruna 28 jaar oud. Toen werd de Zwarte Beertjes uitgegeven en toen is hij heel veel covers, omslagen gaan maken voor de Zwarte Beertjes reeks. Als hij ook Weertje of geen Weertje, lees een Zwart Beertje. Dus één van de vele covers. De kaftontwerpen, mede door die kaftontwerpen, die heel erg aanspraken, die heel eenvoudig zijn vormgegeven, vlogen het als zoetebroodjes over de toonbank. Er zijn ontzettend veel Zwarte Beertjes verkocht in der tijd. En ik heb ergens gelezen, dacht wauw, in de periode dat Dick Bruna daar de omslagen voor ontwierp, heeft ze uiteindelijk zo'n 2400 gemaakt. 2400 kaften, koffers voor de Zwarte Beertjes. Ja, tussen 1955 en 1984, in 30 jaar tijd, 2400. Dat is een enorme productie geweest. Ja. Nou, vormen zijn geabstraheerd, details worden weggelaten. Daarom is het zo pakkend ook, die Zwarte Beertjes. En dat heeft Dick Bruna ook gezegd. Als je weinig dingen op de pagina zet, laat je veel meer ruimte over voor de verbeelding. Nou, dat is een beetje in de trant van de stijl. Nou. Heel mooi uit die reeks vind ik dit omslag. 1969, een kofferomslag voor een science fiction roman, De komst van de robots. Nu ook wel actueel thema, De komst van de robots. Van Isaac Asimov. En dat is een prachtige kofferomslag. Het bestaat alleen maar uit gestapelde blokjes. Twee felle kleurtjes. Rood en groen, een primaire en een secundaire kleur. En that's it, gestapelde blokjes. En ik kan de verleiding niet weerstaan om daar een Bart van der Lek naast te zetten. En ik wil het meest geabstraheerde van der Lekje die we vandaag hebben gezien. Ja, er zijn natuurlijk wel verschillen, maar ook wel een beetje overeenkomsten. Ja, Dick Bruna is natuurlijk wereldberoemd en heeft Utrecht ermee ook op de kaart gezet natuurlijk met zijn kofferontwerpen en de boekjes van Nijntje. En dat is ook zo ontstaan halverwege de jaren 50. In 1953 trouwt hij met zijn jeugdliefde, Irene de Jong. Hij krijgt een dochter en twee zoontjes. En als ze in de zomer op vakantie gaan naar Egmond aan Zee, dan vertelt hij bedtijdverhaaltjes over een konijntje. Dat noemt hij dan Nijntje. En de kinderen vinden dat zo leuk dat hij op een gegeven moment denkt, ik ga dat konijntje ook tekenen, ik ga het vormgeven. En zo is het ontstaan uiteindelijk. En dan in 1955 geeft hij twee Nijntje-boekjes uit dat jaar. Terwijl hij ook druk bezig is met de coverontwerpen van uiteindelijk. Terwijl hij ook Nijntje-boeken maakt van de Zwarte Beertjes. En dit is het allereerste Nijntje-boekje. En toen zag Nijntje er net nog wat anders uit dan tegenwoordig. Uiteindelijk, we kennen het al met het beroemde vierkante formaat. En dat is pas ontstaan, de eerste de typische vierkante boekjes vanaf 1963. Dit is een voorbeeld uit halverwege de jaren 80. Maar daar zie je in ieder geval heel duidelijk die primaire kleuren. De stijlinvloed vinden we hierin terug.
Ja. Nou, tegenover het Centraal Museum, daar is het Nijntje Museum. En Dick Bruna heeft zijn eigen museum. Ja, dit Nijntje, dat Utrechtse karaktertje, dat groeide uit tot een icoon van wereldformaten. Het zette Utrecht, wat ik vertelde, internationaal op de kaart. Het is wereldwijd net zo fameus als het Rietveld Schreuderhuis. En het maakt dus van Dick Bruna ook een wereldwijd begrip. Vooral de merchandising daaromheen, hè, de plusje beestjes, de, ja, alle spulletjes, de boekenleggers, noem maar op. Nijntje t-shirts, die hebben hem multimiljonair gemaakt. Hè. Dick Bruna, hij is echt multimiljonair. Hij leeft dus nu niet meer, maar tot op een hoge leeftijd zag je hem hier in de stad op zijn fiets naar zijn atelier gaan. Tot zijn 83ste heeft hij Nijntje dingen ontworpen. Tot 2011. Toen stopte hij met werken. Op zijn 83ste ging hij niet meer. Zijn geheugen ging achteruit. Hij begon zwaar te dementeren. En ja, dan is het ook wel mooier geweest op 83-jarige leeftijd. Maar ja, hij bleef heel gewoon. Ik zag hem fietsen met zijn snor. Wat een lieve opa. Ik vond zijn gezicht zelf een beetje Nijntje-achtig zelfs. Hè. Dat is misschien projectie. Maar heel aardig. Dan fietste hij daar in de stad. Ja. Nou, hij is overleden op 16 februari 2017 op 89-jarige leeftijd in zijn woonplaats Utrecht. En toen zijn er ook dus allerlei Nijntje-beelden ontstaan in de stad. Dus nu tegenover het Centraal Museum, daar vind je nog het Nijntje, dicht bij de ingang van het Nijntje Museum. En rechts is er eentje bij de Mariaplaats en daar zien we Nijntje als Dick Bruna, of andersom Dick Bruna als Nijntje. Met een brilletje en de snor. En dat is vlakbij, het staat niet op de foto, maar het is vlakbij, hiernaast is dan dat gebouw KNW, waar het een genootschap kunstliefde ooit begonnen is. En zo is het verhaal, ja, het kringetje eigenlijk bijna weer... Weer rond zou je kunnen zeggen. Ik wil eigenlijk besluiten nog met twee plaatjes. Dit is een van de vele Nijntje boekjes. Het is mijn favoriet. Dat is kunsthistorica. Nijntje in het museum. En daar blijkt ook uit. Dick Bruna is echt beïnvloed door schilders van de stijl. Ook door Matisse. Hè, de collageachtige technieken van Matisse. Dat vind je hierin terug. Maar Bart van der Lek, Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld. In interviews werden zij genoemd door Dick Bruna als de grote inspiratiebronnen. Naast Van Alligé en Matisse. Hij heeft zelfs letterlijk gezegd, en dan stop ik ermee, ik heb me op dezelfde manier ontwikkeld als Piet Mondriaan. Ik creëer wat ruimte, maar geen diepte. Ik zal Nijntje nooit van opzij tekenen. Nou, eigenlijk kan ik niet tekenen, zegt hij. Ik probeer driedimensionale dingen terug te brengen tot het platte vlak. En als ontwerper ben ik veel meer kunstenaar geworden. En dus één van die voorbeelden, een tekening waarbij je ziet van, nou ja, Matisse is een van de invloedsbronnen. Maar in dat boekje staat ook dit werkje waarbij de link met de stijl het meest duidelijk is. En dat is mijn eindbeeld van het geheel. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. Meer over de invloeden van de stijl komt straks bij mijn collega Rafael. En ik wil jullie nog een heel plezierige dag toewensen. Mochten er nog vragen zijn, ik ben ook bij de lunch. Dus dan kunt u mij benaderen en dan ga ik dat persoonlijk beantwoorden. Dank jullie wel, nog heel veel plezier vandaag. APPLAUS